Wij hebben als gemeente Tilburg in de juridische strijd tussen En Natuurlijk en de bewoners van de Reeshof uiteindelijk een bemiddelende rol gespeeld. En we zijn heel blij dat partijen aan tafel zijn gekomen en dat we er ook uiteindelijk uit zijn gekomen. Er ligt nu een afspraak, een oplossing die voor de bewoners van de Reeshof van groot belang is. Want de rekening die betaald wordt gaat omlaag. Dat is goed nieuws voor u in de wijk en ik hoop van ganse harte dat u ook daar mee in gaat stemmen. 2,5 jaar geleden is ons avontuur begonnen. Toen zijn we als En Natuurlijk, als zelfstandig warmtebedrijf, actief geworden op de markt. De eerste stap die we gezet hebben is werken aan tevreden klanten. Tevreden klanten zijn namelijk de basis voor een gezond bedrijf en de basis voor verdere groei van ons warmtebedrijf. En dat is onze ambitie. Ik ben heel blij om u te kunnen melden dat we een oplossing voor u hebben gevonden. Samen met Stichting Reeshof hebben we hard gewerkt aan het vinden van een oplossing waar we ons allemaal in kunnen vinden. Die oplossing ligt er nu en die hebben we aan u aangeboden. Ik wil u van harte uitnodigen om het voorstel van Stichting Reeshof Warmte en Natuurlijk goed te lezen en voor 1 november te reageren door uw handtekening te zetten onder de overeenkomst. Daarmee legt u samen met de Stichting Reeshof Warmte en Natuurlijk de basis voor een verdere groei van duurzame warmte in de gemeente Tilburg. Wij van Stichting Reeshof Warmte zijn blij dat we met En Natuurlijk tot een oplossing zijn gekomen. En wij hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij over de oplossing en massaal de overeenkomst gaan ondertekenen en gaan terugsturen. Bovendien hopen we dat jullie ook allemaal gebruik gaan maken van de groene stroomactie, waardoor je uiteindelijk samen met de nu verdwenen aanstaatbijdrage 200 euro per jaar goedkoper uit zal zijn en we en passant ook nog even heel de wijk vergroenen.